Ondergrondse, grootschalige energieopslag is onmisbaar in ons energiesysteem. Omdat we in de toekomst meer gebruik gaan maken van duurzame energie, wordt dit nog belangrijker. Waarom slaan we energie eigenlijk onder de grond op? Allereerst om verschillen in vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Daarbij gaat het nu vooral om seizoensopslag van aardgas. In de zomer slaan we dit op, zodat we het in de winter kunnen gebruiken. Ook is opslag nodig als strategische reserve, om ook te kunnen blijven leveren als de aanvoer wordt verstoord door andere oorzaken. In de toekomst leunen we veel meer op wind- en zonne-energie. De opwek hiervan verschilt per dag. Vooral 's winters zijn er periodes waarin de zon nauwelijks schijnt en het weinig waait, terwijl we door de kou juist veel energie nodig hebben. Wanneer er meer elektriciteit wordt opgewekt dan er wordt gebruikt, kunnen we hier waterstof mee produceren. Dit kunnen we gebruiken of opslaan voor later gebruik. Maar wat slaan we nu precies op en hoe gaat dit in zijn werk? Nu gaat het vooral om grootschalige opslag van aardgas. In de toekomst zullen we ook waterstof en warm water op grote schaal opslaan. Aardgas en waterstof slaan we op in lege gasvelden of zoutcavernes. Lege gasvelden zijn aardlagen waaruit gas is gewonnen. Ze zien er een beetje uit als een spons met veel kleine gaatjes. Zoutcavernes zijn holtes die ontstaan bij zoutwinning. Een andere vorm van energie die we opslaan is warmte. De overschotten van bronnen die het hele jaar warmte leveren, zoals geothermie en restwarmte van de industrie, slaan we op in watervoerende aardlagen op enkele honderden meters diepte. In de winter pompen we het water weer omhoog om bijvoorbeeld huizen, kantoren of kassen te verwarmen. Hoeveel energieopslag hebben we nodig? Per jaar gebruiken we in Nederland veel energie. Dit is onze huidige opslagcapaciteit voor aardgas. 4 gasvelden en 6 zoutcavernes. Dit is voor de toekomst niet genoeg. Voor de opslag van waterstof zullen we de komende jaren steeds meer cavernes en gasvelden nodig hebben. In 2050 hebben we mogelijk zelfs een waterstofopslagbehoefte van wel 65 cavernes en 6 gasvelden. Voor de opslag van warmte zullen we mogelijk zo'n 100 tot 200 hoge temperatuuropslagsystemen nodig hebben. Nu hebben we 1 werkend systeem en een handvol pilotprojecten. Al vanaf 2030 zal onze energievoorziening minder uit fossiele energie bestaan en meer uit wind- en zonne-energie. We hebben dus geen tijd te verliezen. Om de opslag op deze schaal te realiseren, moeten alle delen van de keten, van productie tot eindgebruiker, goed op elkaar worden afgestemd. Dit geldt zowel voor de warmteketen als voor de waterstofketen. Zo zorgen we samen voor een betrouwbaar en duurzaam energiesysteem.